vereniging heeft voor vandaag uitgenodigd burgemeester De Vries en wethouder Tichelman en vertegenwoordigers van sponsorbedrijven van Dongen, Verf en Behang en Garage Knus. En die heten wij hartelijk welkom vandaag. Tijdens het gala-concert op dat jubileum vorig jaar op 27 november ging het werk in première dat Rob Goorhuis in opdracht van de vereniging schreef, Frightening White. De tweede uitvoering is vandaag op dit topconcours en na vandaag wordt het werk vrijgegeven. De titel refereert aan oude zagen en legenden die een sterke rol hebben gespeeld in het leven van de bewoners op Goeree-Overflakkee. De mistvlakken, beeldwitten genoemd, die dikwijls laag boven het eiland hangen, stimuleren de fantasie en versterkten het bijgeloof. Frightening White is een sfeertekening van de angst en geheimzinnigheid die bewoners in vroege tijden als zeer beklemmend moeten hebben ervaren. In het eerste deel komen schrille geluiden uit die mist op ons af. En in het tweede deel ontaart een rustige wandeling in een ijzingwekkende achtervolging door de beeldwitten. Deel 3 tekent weer de rustige sfeer van het alledaagse leven. Echter met onheilspellende geluiden van de witte geesten op de achtergrond die in het laatste deel weer tevoorschijn komen. Op zoek naar weer een onschuldig slachtoffer. Nu eerst het inspelwerk, een deel uit de Northwest Passage van James Kernoff. Uw aandacht.